Zo hangt mijn Triumph nummerplaat normaal vast. Dat is zo'n soort van Fender Eliminator kit. Normaal hangt daar zo'n groot plastic ding met pinker aan enzovoort en dat vervangt dat. Maar zoals je kunt zien, is afgebroken. Waardoor dat hij nog maar aan de ene kant vasthangt. Die andere kant, deze kant is al een keer afgebroken geweest. Ik denk dat het die kant was. En dus, ik heb die toen laten lassen. Via. Ik heb zelf geen lastpost. Nog niet. Maak ik mezelf altijd wijs. Maar nu is de andere kant afgebroken. Dus ofwel is die, dat is denk ik 3 mm dik. Ofwel is dat gewoon niet stevig genoeg gemaakt. Ofwel is dat niet bestand. Tegen de trillingen van die machine. Maar ik ga dat nu proberen herstellen. Ik heb mijn rot gezocht. Achter een stuk metaal. Ik heb geen metaal van 3 mm gevonden. Hetgeen dat dichtst in de buurt kwam. Is eigenlijk deze. En ja, dat is inderdaad een zaag, goed gezien, voor isolatiemateriaal. Maar we hebben die eigenlijk nooit kunnen gebruiken, die werkte niet goed. En dat is ongeveer 2 mm dik volgens dat ik kan zien, dat is het beste dat ik kan vinden. Dus dat ga ik even losmaken. Zodat ik dat metaal eindelijk nuttig kan gebruiken. Want als zaag was het letterlijk nutteloos. Ik ga moeten improviseren, ik ga eerst dat hendel eraf halen. Ik denk dat dat zelf bijtende zijn. En hier heb ik een platte kop. Niet ideaal, maar goed. Dat gaat veel beter dan ik dacht. Die ga ik bijhouden, dat zijn nog schone. Het doet er mij aan denken om een metaal te boren en zo een center punch nodig. Dat heb ik niet. Moet ik ook eens kopen. Als ik dat bekijk, ga ik een beetje moeten plooien. Dus eigenlijk, ik moet die vorm en hier twee oortjes. En die oortjes moet ik dan omplooien. Ik denk, zo is het net niet breed genoeg, dus zal eerder zo. Ik kan misschien zelf. Ja, ik kan gewoon dit gat recupereren, kijk. Ik ga dat allemaal losmaken. Een 10. Een gemakkelijk strippende Torx. Lege Torx, een Inbus. Nog een mega tip. Als je dingen afbreekt, dat je achteraf terug in elkaar wilt steken, laat dan zoveel mogelijk de vijzen zitten waar dan ze horen te zitten. De reden dat ik zoveel moeite doe om dat ding te herstellen is dat zo die Fender Eliminator dingen, ten eerste kost dat gemakkelijk 100 euro en ten tweede, de meeste dat ik vind zijn voor de veel recentere Triumph Street Ripples. Afslijpen, twee gaten boren. Oké, dus je zou kunnen stellen dat de constructie van mijn beugeltje niet helemaal geslaagd is. Eigenlijk, ik had die vorm dus uitgesneden uit die oude zaag die we nooit gebruikt hebben. Maar dus bij het plooien is het fout gegaan, ik vermoed. Dus op zich is dat maar 2 mm dik staal. Het uitzagen met de slijpschijf ging vlot. Maar ik vermoed dat het gehard staal is en dat daarom bij het plooien in plaats van te plooien gewoon gebroken is.
En de oplossing daarvoor, als het klopt dat dat hard staal is, is de oplossing eigenlijk gewoon van dat op te warmen en dan traag te laten afkoelen. En dan ga je eigenlijk, hard staal is staal dat opgewarmd is en dan heel snel afgekoeld in water of zo. Dan krijg je hard staal. Dus als je het omgekeerde doet, opwarmt en dan heel traag laat afkoelen, dan wordt dat staal terug zacht. Dus dan zou ik dat moeten kunnen plooien. Maar ik heb nu voorlopig de beugel kunnen herstellen op een andere manier. En ik denk, de overschot dat ik heb is waarschijnlijk net niet groot genoeg. Ah ja, nu wel. Ja, het zou net moeten lukken om uit dit metaal nog zo'n stuk te sparen. En dan opnieuw te proberen. Maar ik zal eerst hierop testen. En als dat lukt, dan zal ik het definitieve beugeltje met deze hier maken. Voorlopig heb ik het origineel beugeltje met epoxy gelijmd. En teruggeplaatst. Heb ik tenminste terug een nummerplaat op mijn Triumph. En dan heb ik hier dus door die gaten nog een snelbinder gehangen ook.